Hallo iedereen, welkom in deze video waar ik het met jullie wil hebben over het woordje fokken. Hoe kom ik nu op het idee om iets met het woordje fokken te maken? Wel, ik had een groepsles waar ik les aan gaf via internet, online les. En zij vroegen hoe het woordje was van to breed cats of breed dogs. En ik zei fokken. En iedereen begon te lachen. Iedereen begon te lachen. En ik dacht zo van, allee, waarom lachen die nu? Maar blijkbaar lijkt dat op een of ander Engels woord dat niet zo netjes is. Maar fokken is een heel gewoon woord. Je hebt, zoals dat je hier bijvoorbeeld op dat plaatje kunt zien, een hondenfokkerij. Dus fokken is het werkwoord. Mensen fokken honden. Ja, en ik weet niet of dat jullie nu ook aan het lachen zijn als ik dat zeg, maar voor mij, ja, het is gewoon normaal, hè. Mensen fokken honden. Dat betekent dat ze een mannetjeshond en een vrouwtjeshond samen laten paren, heet dat dan, paren. Heet dat bij dieren. En dat is trouwens ook wel een gewoon net woord. En dan de vrouwtjeshond wordt dan zwanger en die krijgt dan babyhondjes. En heel dat gebeuren, dat is fokken. Dus, en die mensen hebben dan ook heel vaak een hondenfokkerij. Je hebt dat ook met katten. Je hebt een kattenfokkerij. Dat heb ik vroeger zelf ook gehad, toen ik nog in België woonde. Ik had ook een kattenfokkerij. Ik had raskatten, ik had Noorse boskatten. En ja, dan ga je van hetzelfde ras, verschillende katten. Twee katten, een mannetje en een vrouwtje van hetzelfde ras. Ja, laat je dan gewoon samen zijn en die doen dan wel hun ding. En ja, dan is de vrouwtjeskat zwanger en dan komen er babykatjes. Ik had dat, ja, dus Noorse boskatten en dat zijn heel mooie katten. Maar raskatten zijn altijd mooi, maar ook gewone, zoals wij dat noemen, straatkatten, zijn ook mooi. Maar kattenfokkerij of een hondenfokkerij, dat is dan met een speciaal ras honden of een speciaal ras katten. Dus als jullie als jullie ooit het woordje fokken horen, ja, dan is dat dit. Bedankt voor het kijken. Vergeet het duimpje niet. Tot in de volgende.